Ik stond hier net nerveus voor de zaal, omdat ik dacht, ja, zie je, er zitten toch meer allochtonen in de zaal dan ik had gedacht. Ik deel het ook zo in, dat is toch ernstig, ook ik zie die term als echt. Waarom zijn allochtonen een Nederlandse uitvinding? De Universiteit van Nederland presenteert socioloog Dr. Gerben Moerman. Dank u wel voor dit applaus. Um, twee weken geleden was ik hier bij een college van de Universiteit van Nederland. En toen was ik al lang bezig met het voorbereiden en nadenken over wat ga ik nou in vredesnaam hier doen. En toen zat ik in de zaal en uh, toen zaten er alleen maar. Witte volkskrantlezers. Van rond de 65 en ouder. Het ging over de oorlog. Uh, dat kan ermee te maken hebben. Uh, dat waren hoogopgeleide mensen. Rijk, dure kleding. En wat hebben we vandaag? Een veel meer gemengde zaal. En toen ik twee weken geleden hier zat, dacht ik van tevoren. Ik ga de zaal de vraag stellen: wie voelt zich allochtoon? En toen wist ik al, nou, dat schiet niet op, want de Universiteit van Nederland, een verschrikkelijk wit, hoog opgeleid publiek. Dat moeten we niet doen. Dus we hebben iets anders bedacht. Ik ga u, wij gaan u een aantal uh, foto's laten zien en ik ga aan u vragen om uw hand op te steken. Herkende alochtoon heet dit spelletje. Als u een alochtoon in beeld ziet, soms noem ik de naam, soms weet ik de naam niet meer. Als u de alochtoon ziet, steekt u uw hand op. U wordt gefilmd. <laughs> um, uh, kom, maar met, kom maar met de eerste. Is dit een allochtoon? Baderhari. <laughs> volgende. Daar hebben we hem. <laughs> Roy Donders. Ik zie iets minder handen. Kom maar, volgende. Onze koning. Ik zie een paar handen. Volgende. Jan Dino. Veel meer handen. Volgende. Wie is dit? Volgende. Ruud Gullit. Ik zie twee, drie, vier, vijf handen. Volgende. Ja hoor ik zelfs. En veel handen. Volgende. Ali B. Veel meer handen. Volgende. Ja, ja, een paar ja's, maar moeilijk is dit toch? Of niet? Het is iets raars, hè, dat begrip, allochtoon. Het is moeilijk en het is een beetje gevoelig. Ik vond het ook lastig om daarnet te introduceren. Van ja, wat ga ik dan precies zeggen zonder dat ik mensen tegen de schenen schop? En zo met die plaatjes is het wel makkelijk om te doen. Het is een rare term. En ik wil graag met jullie vandaag gaan kijken waar komt die term eigenlijk vandaan. Die term is, zoals het filmpje of zoals uh, uh, de stem net al liet horen, de voice-over liet horen: de term is een Nederlandse uitvinding. Nergens anders kennen ze het woord allochtoon. Ja, in België. Maar in Engeland en Duitsland gebruiken ze niet die term. Hoe komt dat? Waar komt die term vandaan? Hoe kan dat? Nou, de uitvinders van de term allochtoon is mijn beroepsgroep, sociale wetenschappers. In de jaren 70, in 71 om precies te zijn, schreef Hilda verweij Jonke samen met een team van sociaal wetenschappers, een boek over allerlei mensen. Allerlei groepen mensen. Dat waren gerepatrieerden, dat waren Ambonnezen, dat waren buitenlandse studenten, dat waren Chinezen. Dat waren, was een diverse groep. En ze dachten: ja, god, wat voor titel, titel moeten we dit boek nou geven? Hoe moeten we nou die diverse groep mensen eigenlijk gaan noemen? En toen was er één sociaal geograaf, Hans van Amersfoort. En dat is de uitvinder van de term. Hans van Amersfoort, die zei: In de geologie is er een begrip, en dat, dat begrip is allochtoon. Dat is bedacht ergens halverwege de 19e eeuw door een, een Duitse geoloog. En die had het over stenen die van elders kwamen. Alles getoond van andere aarde. En die stenen die, die waren dan via uh, schuivende platen, ik weet niks van geologie, die waren verschoven en die waren, kwamen oorspronkelijk van elders. En Hans van Amersfoort zei, zullen we het boek gewoon zo noemen? Een neutrale term. Een term waar niemand aanstoot aan neemt. Een term die ook wetenschappelijk is, want hij is Grieks. Dat zei Horatius al, overigens. En eh, die term gebruikte ze, en daarna was het stil. 18 jaar lang. Niemand gebruikte die term allochtoon. Hans van Amersfoort zelf niet. In het beleid hadden we het minderhedenbeleid. Op straat hadden mensen het over gastarbeiders. Tot 1989. In 1989 kwam het WER, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, kwam met een nieuw rapport. En ze wilden iets doen aan die rotte term minderheden. Want minderheden was zo'n rotterm. We kennen die discussie van nu, maar minderheden was zo'n term. Waarom was minderheden een term? Minderheden werd gebruikt voor allerlei groepen in achterstandspositie, dat waren groepen die van ver kwamen. Dat waren ook groepen die van heel dichtbij kwamen. Woonwagenbewoners hoorden ook tot minderheden. Achterstandsgroepen. En er was sprake van, sociologen hebben het dan over minorisering, een, een vermindering van een bepaalde groepen mensen. En ze dachten, we moet, dat, daar moeten we vanaf. We moeten van die minorisering van, die, van dat minderhedenbeleid moeten we af. We moeten niet hele specifieke groepen eruit pikken... Die definiëren als minderheid, als achterstandsgroep en dan doen alsof dat altijd zo blijft. Want dat was het probleem met minderhedenbeleid, namelijk bij sommige van die minderheden, die werden in het begin, in het begin jaren tachtig minderheden genoemd, maar eind jaren tachtig was er niet meer sprake van een achterstandspositie. En bij andere groepen, vooral bij groepen waarbij vanuit gegaan werd dat er remigratie plaats zou vinden, gastarbeiders, ja, die bleven en de achterstand. En vergroten soms zelfs. Dus ze zeiden: er moet een nieuwe neutrale term komen. En als je een neutrale term wil, Horatius zei het al, dan moet je een Griekse term nemen. Allochtoon. Hoe definiëren die onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, het WRR, allochtoon? Een allochtoon was iemand die zelf of beide ouders of één van beide ouders, sorry, of één van de vier grootouders afkomstig was uit het buitenland. En als je dan tot die derde generatie, dus het kleinkind, behoorde, dan moest je je ook allochtoon voelen. Nou, dat klinkt nu heel raar. Destijds was dat nog een beetje wishful thinking. Niemand voelt zich allochtoon. Um, maar er zat dus een objectief deel in. Waar zijn mensen geboren? Maar er zat ook een subjectief deel in. En dat subjectieve deel hield in. Uh, voel je het? Nou, dat, dat beleid sloeg aan, want het Centraal Bureau voor de Statistiek zei: Mooi. Dit, zijn veel, dit is veel beter dan die specifieke groepjes, dat is allemaal maar gedoe. Weet je wat? We nemen gewoon eerste generatie, waar kom je zelf vandaan, en waar komen een van beide ouders vandaan. Dat was statistisch makkelijk. Want het is heel lastig om te gaan vragen, waar kwam je vaders vader vandaan, en waar kwam je vaders moeder. Dus gewoon een statistische overweging waarom het tot twee generaties beperkt werd. In het beleid werd ook de term allochtoon hip. En dan krijg je dat het ook doorcijpelt naar de straat. Die achterstandspositie. dat zat niet zo in dat beleid. Ja, er moest wel volgens dit plan. meer geld worden uitgegeven en dergelijke. Maar. de specifieke doelgroepen. die waren niet gedefinieerd. Maar daar was ook een oplossing voor bedacht. Namelijk, we delen de wereld in. Heel simpel. In het Westen en in het Niet-Westen. En als je uit het Niet-Westen komt. dan kom je uit Turkije, Marokko, Afrika. heel Afrika. Um, uh, je komt uit uh, uh, Azië of Latijns-Amerika. Onze koningin, absoluut een allochtoon, niet Westers. Um, uh, en Westers is Oceanië, de Amerika, Europa, behalve Turkije. Um, uh, en de, de VS heb ik al gezegd, dacht ik, Noord-Amerika. Oh, en Indonesië en Japan. <laughs> um, want dat zijn sociaal-economisch gezien westerse landen. Nou, daar gebeurde al iets raars. Want Oceanië, er Oceanië, ja, wordt een geografisch gebied, dus gewoon een deel van de, van de wereldpool. Maar stiekem zijn het ook economische, of niet eens stiekem, dat wordt openlijk geschreven, maar er zitten ook raciale ideeën in. Want iemand, iemand uit Papua Nieuw-Guinea vinden we heel snel een niet-westers allochtoon. Maar toch wordt hij, hij doet het niet. Toch wordt die gerekend tot een, niet, tot een westers allochtoon. In mijn promotieonderzoek heb ik gekeken naar wat verstaan mensen op straat, of eigenlijk bij hen thuis, het waren interviews bij mensen thuis. Wat verstaan mensen nou onder de term allochtoon? Wat is een allochtoon? vroeg ik. En van die hele grote categorie, die zo neutraal mogelijk was ingezet, bleek dat mensen daar heel diverse dingen. Onder Binnen één interview verschilden mensen van categorisering totaal. Wat deden mensen? Mensen begonnen met, ja, dat is iemand zelf of een van beide ouders zijn ergens anders geboren. Zo begon men. Dan ging het snel over, ja, ze hebben een andere cultuur. Met z'n allen één andere cultuur. Um, um, ze hebben een andere huidskleur. Een allochtoon ben je als je niet geïntegreerd bent, dat werd heel vaak gezegd. Wat betekent geïntegreerd zijn? De taal spreken. Cultureel geïntegreerd zijn. Religieus geïntegreerd zijn. Enzovoort. Er werd een heel divers palet gebruikt. Voetbalkwaliteiten. Gullit is geen allochtoon. Galit Boularous was geen allochtoon. Totdat hij Cristiano Ronaldo in tweeën schoppen. En toen werd hij een beetje allochtoon. Want dat gebeurde ook vaak. Mensen zeiden ja, nee, als ze geen Nederlands spreken... Maar voor Chinezen geldt dat niet, want daar heb je geen last van. Dus er werden geweldige labeltjes en kenmerken aan elkaar gekoppeld. Of geweldig, analytisch gezien, geweldig. Die term dat werd een groot, is een grote verzamelbak van van alles. En met name negatieve dingen, want die blijven veel hangen. Een van mijn respondenten, ik ga over de tijd, maar dat ga ik toch vertellen. Een van mijn respondenten had het over. Allochtonen herken je aan de fiets. Een allochtoon fietst niet. En als die fietst, dan is het de nieuwe. Goed, er zijn mensen die zeggen: je moet dat begrip afschaffen. Je moet allochtoon afschaffen, we moeten een nieuwe term, net als in 1989 met minderheden gedaan, we moeten het gewoon afschaffen. Helpt dat? Dat is de vraag. Je zou kunnen zeggen, ja, we moeten Nederlander gebruiken of we moeten heel specifiek gaan benoemen. Helpt dat? Dat is maar de vraag. Mederen, de ideale mens, zouden sommige mensen, dat, werkt dat? Nee, natuurlijk niet. Het punt is dat we met z'n allen, en met name die sociologen uit de jaren 70, uit de jaren 80, iets ontwikkeld hebben, iets bedacht hebben, namelijk een manier om de wereld in te delen. En een van de belangrijkste termen, uh, zinnen uit de sociologie zijn if men define situations as real, they are real in their consequences. Wat houdt dat in? Dat is het Thomas Theorem. Er zitten twee studenten die het meteen weten. Um, if man defines situations as real, they're real and their consequences. Als mensen een situatie als echt definiëren, dan wordt de consequentie daarvan echt. En wat we hebben gedaan in de jaren 70, in de jaren 80, is een onderscheid op basis van waar kom, komen je ouders of je grootouders vandaan? Als centraal te maken in hoe we eigenlijk de wereld zien. Ik ook. Ik stond hier net nerveus voor de zaal. Omdat ik dacht: ja, daar zie je, er zitten toch meer allochtonen in de zaal dan ik had gedacht. GELACH. Ik deel het ook zo in. Dat is toch ernstig? Dan sta ik hier te verkondigen. We moeten de wereld misschien niet zo indelen. En, en, en ik doe het wel. En wat is er gebeurd? Ook ik zie die termen als echt, als relevant. En dat is soms maar de vraag. Een simpele vraag: Wie bevolken onze gevangenissen het meest? Roep hem maar. Niemand durft te zeggen allochtonen. Fout! Mannen. Jonge mannen. Zeg maar ROC-leeftijd, iets ouder. Die zitten het meest in de gevangenis. Zo kan je de wereld ook indelen. Wie zit er het meest in de gevangenis? Jonge mannen. Met een lage sociale status. Ze hopen ergens hoog uit te komen, misschien, maar over het algemeen is de sociaal-economische status heel laag. Zo kun je ook de wereld indelen. Opleidingsniveau heel laag. Zo kun je ook de wereld indelen. En dat doen we ook. Want als we over Marokkaanse meisjes praten, dan zeggen we geweldig. Hebben we het over Marokkaanse jongens, dan wordt het gevaarlijk. Antilliaanse studenten, super. Antilliaanse jongeren, jongeren dat wordt al gevaarlijk. Jandino, geweldig. Dan kunnen we doorgaan. Dus wat is het probleem van het begrip? Het probleem is dat we iets relevant gemaakt hebben, wat soms wel degelijk relevant is, maar soms ook totaal niet. Maar doordat we zo'n enorme grote term ervoor gebruiken, die we voor alles gebruiken: voor kennismigranten, de zoon van een Maharaja uit India, koninklijk, maar ook voor iemand die geen enkele opleiding heeft gehad en die hier een straatnieuws komt verkopen. We gebruiken die term zo breed dat die term eigenlijk zinloos is. En vooral het gedachtegoed trachten. En wat heb ik hiermee willen zeggen? Namelijk dat wij met z'n allen, maar sociologen in dit geval nog eens extra, de wereld creëren. We zien iets en we definiëren dat. En die definitie, die wordt verdikken, me nog echt ook. Dat gaat zo werken. En eens wordt dat relevant. Het had ook anders gekund. We hadden vanaf de jaren zestig keihard vol kunnen houden dat de wereld bestaat uit twee typen mensen, namelijk Beatles fans en Stonesfans. En daarover gaat het volgende college.